Trainingsvisie 8. Bert van Hunestein, heb je een lekkere boktocht gehad gisteren? Ja, dat was even wat makkelijker fietsen natuurlijk na zo'n mooie zaterdag. Ja. Ja, de nodige bokjes uitgeprobeerd? Ja, natuurlijk. Hè, dat hoort op zo'n dag. En veel bekenden tegenkomen. Veel nagepraat over de wedstrijd van afgelopen zaterdag natuurlijk. Dat is natuurlijk lekker napraten hè, bij zo'n wedstrijd. De reporter van TV West, daar heb ik ook nog even naar geluisterd. Die noemde die eerste helft echt werkelijk ook zo ongelooflijk slecht dat hij daar nauwelijks beelden van zou publiceren eigenlijk. Nou ja, kijk, die wedstrijd ontwikkelde zich zo. Scheveningen die zakte natuurlijk flink in. Ja, wij moesten de oplossingen gaan bedenken. En deels deden we dat niet goed. En deels moesten we toch ook voorzichtig zijn in de passing van dat je geen onnodig balverlies zou leiden. Omdat zij graag willen omschakelen. Dus er ontstond een spelletje waarbij ik denk dat het liefst iedereen in de kantine had blijven zitten. Gaat er nou zoveel mis vanuit een bepaalde angst om vanwege een foute paas of zo? Nee hoor, nee. Ik vond in de eerste helft dat onze middenvelders iets te veel in de bal kwamen. Ze werden een beetje ongeduldig. En de passing van achteruit die was gauw te hard. Of gewoon niet precies. En dat had ook te maken met een beetje met omstandigheden. Maar ook het feit dat, ik geef gewoon aan, je moet gewoon risico in je passing leggen. Ik heb liever dat hij dan uitgaat dan dat hij onderschept wordt door een tegenstander. Dus daar zat hem voornamelijk in, denk ik. Maar wat een vreemde zaak dat een wedstrijd kan kantelen terwijl je met 10 tegen 11 staat. Er is nog een andere wedstrijd geweest. Ik ben hem even kwijt, maar daar gebeurde precies hetzelfde. Ging de ploeg beter spelen en had de ploeg met 11 man had er heel veel moeite mee, tactisch gezien. Ligt daar de crux? Ja, kijk, cruciaal was in de eerste helft. Ik vind dat Zwiebe, die moet zijn gele kaart pakken. Tweede gele kaart pakken voor Scheveningen. Ten aanzien van zijn overtreding, zeg maar. Kijk, dan komen zij met 10 man. En dat was voor ons nog moeilijker geworden. En in de tweede helft zie je dat wij die tweede gele kaart krijgen. Maar Scheveningen ging daardoor iets hoger opspelen. En toen kwam die ruimte achter hun linie, die ze eerder helemaal nog niet vrij wouden geven. En daar zijn wij gewoon slim mee omgegaan. Met onze snelle jongens op dat moment voorin. Inderdaad, hele snelle jongens. En het viel me dus ook op dat zo'n Maurice op die nummer 10 zich als een vis in het water voelde. Ja, Maurice is natuurlijk een jongen die in potentie ontzettend veel vermogen heeft. Maar goed, die zelf ook al interview met jou aangaf, volgens mij zaterdag, dat soms laat hij zijn mannetje nog wel eens lopen, maar nu pakte hij zijn verantwoordelijkheid volledig. Ja, en dan zie je dat overslaat op zo'n groep. Hè. Als hij al met slidings en prachtige duels die groep op sleeptouw neemt, dan gaat iedereen erin mee. Dat is het logisch gedrag binnen de hiërarchie in zo'n groep. Nou, en dan zie je ook nog dat hij in de eindpaas goede dingen doet. Ik denk dat ook vooral Maurice wist dat hij dit wel in zich had, maar dat het er zo mooi uitkwam, dat hadden we nog niet veel gezien. Dat was een hele mooie zaak, ja. Hey, aanstaande zaterdag, Spijkenissen, wat verwacht je daarvan? Ja, ze ploeg die natuurlijk ontzettend attractief voetbal speelt. We hebben de topscorer van de derde divisie ook in huis. Creëren ongelooflijk veel kansen binnen hun wedstrijden. En hebben een speelwijze die best lastig is, omdat die heel veel risico nemen in alles wat ze doen. Dat heeft ze ook heel veel gebracht in die zin. Zaterdag is wat minder gegaan, maar ik verwacht dat hun trainer echt wel vasthoudt aan deze speelstijl. Ja, en de speelstijl van DVS? Ja, we gaan door met doorontwikkelen natuurlijk. We houden ons vast aan ons goede veldspel. En natuurlijk heb je te maken met een tegenstander aankomen zaterdag. Wat doen die? Hoe reageren die? Dat heb je zaterdag ook gezien, hoe belangrijk dat kan zijn. De omstandigheden, hè? Je speelt weer op gras. Nou goed, we zijn nu een aantal wedstrijden verder. We weten nu wat we kunnen verwachten en gaan er ook naar handelen. Over doorontwikkelen gesproken, hoe gaat het met de jonge jongens? Komen ze er een beetje aan op de trainingen? Ben je daar lekker mee bezig, individueel? Ja, ik niet alleen natuurlijk. Marcel als assistent trainer en Pascal bij het tweede, die heeft daar ook een hele belangrijke hand in die zin. Het gat is best groot, hè? Ook als je net uit de jeugd komt wat dat betreft. Maar je ziet wel dat ze steeds meer een beetje meer bijleren en het ook toe weten te passen. En dat is het mooie. Je hebt zaterdag ook Jordi van Zelm is natuurlijk ingevallen. Matthijs is ingevallen, Matthijs van Duschoten. Ja, dat zijn toch wel de momenten waar die jongens heel even van genieten, maar ook heel veel al leren. Daar kun je niet tegenop trainen. Dat is wel heel erg leuk. Weet je wat ik me ook afvroeg? Ben jij een trainer die ook de dames eventueel zou kunnen trainen? Wie dan ook, het Nederlandse damesvoetbalelftal? Ben jij zo'n type of niet? Ja, het maakt me eigenlijk niet uit wie ik train. Nee, ik heb ook de dames bij SCC en bij DVS ook al een keer getraind. Dus of dat een jaar volhoud, weet ik niet. Het lijkt mij ook makkelijker om dames te trainen wat dat betreft, als ik dat altijd zo zie. Of ik hoe het heb mogen ervaren. Maar dat is ook weer een bijzondere tak van sport. Maar ik vind het heerlijk om mensen en voetballers in dit geval beter te maken. En welk niveau dat is, dat maakt me eigenlijk niet uit. Goed, je maakt de spelers nog maar beter dan afgelopen zaterdag. En nu tegen Spijkenissen. Heel veel succes daarmee. Dankjewel.